Wat doen we als Poetin die gasleidingen afsluit, waar die over zelf weer natuurlijk in hoge mate mee beschadigd, want daar wordt er ook niet voor betaald. En in dat geval begreep ik, is ook met de Nederlandse regering al gesproken, dan zouden we in nood nog wat meer gas uit Groningen moeten pompen. Sorry. Sorry, Groningers. Bereid u voor op het ergste. U heeft er alle belang bij dat Poetin niks doet. Het hem. Kunt u mij horen? Er waren ook veel vragen binnengekomen over dat hele gedoe nu met Rusland en de Oekraïne. Ja, gaan de Russen daar binnenvallen? Dat is de vraag die je overal hoort. Gaan <laughs> de Russen daar binnenvallen, ja. Dat is de algemene verwachting eigenlijk, dat ze iets zullen doen. Ik heb eigenlijk tot op heden altijd gedacht: dat gaan ze niet doen. De risico's zijn veel te groot. Maar toen las ik een niet onaardig stuk waarin een Amerikaanse generaal aan het woord kwam. En die zei: Ja, je moet natuurlijk ook niet verwachten dat ze de Oekraïne gaan bezetten. Dat gaan ze niet doen. Verstandig zijn ze wel. In die zin was wat ik bedacht had wel juist. Maar ze gaan, laten we zeggen, acties, kleinere acties uitvoeren. Intimidatie, bangmakerij, hekkerij, het kan van alles zijn, drones. Om te provoceren? Nee, om te laten zien: kijk, we kunnen wat. En de redenering daarachter was eigenlijk dat Poetin al zo ver gegaan is met al zijn dreigementen en. en uh, in intimidatietaal, dat hij eigenlijk moeilijk terug kan zonder iets te doen. Uh, nou ja, als dat waar is, oké. Okay. De, de, de gesprekken liggen nu stil. Uh, ik, ik kan dat heel slecht beoordelen. Ik zou nog steeds zeggen dat. wat Poetin ook precies doet, het is altijd vrij stomzinnig. Want er wordt natuurlijk gedacht: ja, die Poetin, dat is toch een man, een fijne machtspolitiek. Terwijl als je daar natuurlijk even over nadenkt, is zijn hele beleid ten aanzien van de Oekraïne, niet waar, leidt ertoe dat de Oekraïne nog veel meer de pest krijgt dan Rusland. En nog veel zekerder is van het besluit om eh, godsnaam niets met dat afschuwelijke land te maken te willen hebben. En zo snel mogelijk en zo intensief mogelijk contact met het Westen te onderhouden. Het is natuurlijk in allerlei opzichten de ontwikkeling van Rusland zelf, die de Oekraïne in, laten we zeggen, Westerse armen heeft gejaagd. Heel begrijpelijk overigens. Nou, we wel wezen, het huidige Rusland is een afschuwelijk land. Wat gerund wordt door boeven. Met als hoofdboef de betrokkenen waar we het net over hadden. Het is een land wat gerund wordt door moordenaars en dieven. En, en gaat het goed met Rusland? Nee, het gaat helemaal niet goed met Rusland. Het is economisch niet bijster vitaal. De Duitse economie is, ik geloof, anderhalf tot twee maal zo groot als de Russische. Wat je qua vergelijking al denk van, nou, zo goed gaat het daar niet. Dus ja, wat Poetin nou precies wil bereiken, waar het hem om gaat, is dat de Oekraïne geen lid mag worden van de NATO en dat bovendien de NATO ook niet de Oekraïne mag voorzien van, van moderne wapens en dat soort van zaken. En dan moet ik zeggen, dat laatste. Is haast onvermijdelijk. Je kunt dat ook moeilijk verbieden in allerlei opzichten. Maar er is helemaal geen kans op afzienbare termijn dat de Oekraïne lid van de NATO wordt. Dus ik zou zeggen, zeg hem dat toe. Ja, zijn we dit voor pak een beet? Eh, tien jaar niet van plan. Ja, je moet ergens een rente trekken natuurlijk. Dat kan makkelijk beloofd worden. Eh, ja, zal hij de Oekraïne. Hij kan het de Oekraïne in allerlei opzichten militair lastig maken. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat nog de Europese Unie, nog de Verenigde Staten. van plan zijn om als er een militair iets wordt ondernomen tegen de Oekraïne. Eh, ook in militair opzicht beslissend te helpen. Je kunt spullen sturen, je kunt moderne wapens sturen. je kunt instructiepersoneel sturen. Maar mij weten is dat al allemaal het geval. Dat is natuurlijk ook een doorn in het oog van Poetin. Maar nogmaals, het lijkt mij dat Poetin. Eh, misschien niet ten aanzien van volgende week, maar ten aanzien van de middellange termijn. altijd bezig is om zijn eigen, in zijn eigen voet te schieten. Dat is eigenlijk ook het geval eh, ten aanzien van zijn beleid eh, in Wit-Rusland en Kazachstan. Omdat hij daar in feite autoritaire leiders in het zadel houdt. Eh, en het is maar de vraag hoe lang die autoritaire leiders dat in die landen gaan volhouden. Eh, want daar zullen onvermijdelijke wijze weer nieuwe volksopstanden komen met alle. ...gevolgen en mogelijkheden van dien. Dus ja, ik zou zeggen dat op de middellange termijn... ...de positie van Poetin veel benarder is dan je wel zou denken. En dat hij veel meer belang heeft... ...bij een, een vergaande normalisering van de betrekkingen met het Westen... ...dan het voortdurend ruzie te zoeken met het Westen. Omdat dat ruzies zijn die hij op de lange termijn niet kan winnen. En mijn idee altijd zal verliezen. Op welke manier dan? Doordat hij zijn economie natuurlijk niet draait. En doordat hij, eh, zeker in, de, in laten we zeggen, de invloedssfeer van Rusland, landen eh, helpt of leiders aan de macht houdt. die ik voor de lange termijn niet veel kans geeft om aan de macht te blijven. En dan keren we terug naar de Oekraïne. Alles wat hij gedaan heeft sinds de Oekraïne zelfstandig is geworden. misschien moeten we daar ook nog even over zeggen. dat is niet gebeurd door satanische handigheid van het Westen of zo. Daar heeft het allemaal geen zak mee te maken. Niet waar? De Sovjet-Unie is opgeblazen door Yeltsin. En Yeltsin wou af van Gorbachev. En Yeltsin machtspositie betrof... Rusland, de Russische Republiek. Dus hij dacht, weet je wat ik doe? Ik hef de hele Sovjet-Unie op. Dat heeft hij gedaan. Met als gevolg dat Wit-Rusland... en Kazachstan... En, en, en de Oekraïne... dat dat zelfstandige republieken werden. En dat was voor de Oekraïne... toch aantrekkelijk om... Nou, dat is daar ook een beetje een, een, een op- en neerbeweging geweest van pro-Rusland en anti-Rusland. Maar ja, natuurlijk iedereen die bij zijn volle verstand is begrijpt dat je beter bij West-Europa kunt behoren dan bij Rusland. Ja. En alles wat Poetin gedaan heeft sinds hij van democratische leider, want hij is ooit gekozen, autoritaire leider is geworden. Wat in feite ook een signaal van machteloosheid is natuurlijk, want omdat hij op normale wijze niet meer verkiesbaar was. Eh, heeft hij het langs deze weg moeten doen en speelt hij de kaart van het hypernationalisme? Ook de kaart van het hypernationalisme. Dan lijkt mij op lange termijn geen verstandig beleid. Maar goed, wie ben ik? Het, het kan zijn, nou ja, Poetin kan enorm vervelend zijn. Laten we niet vergeten dat als hij besluit dat te doen. Het binnenvallen, en, het, en het ja. is vrij. Nou, binnenvallen is al een heel groot woord. Ik denk dat je het toch veel meer moet zien in inspelde prikken en waarbij dan natuurlijk een enorme opwinding ontstaat omdat er iets gebombardeerd is of opgeblazen. Ik begreep ook dat er allerlei geheimagenten rondsluipen in de Oostelijke Oekraïne, niet waar? Om daar incidentjes voor te bereiden. Dus dat, dat lijkt me eerlijk gezegd. Vrij waarschijnlijk. Ja, als het, als het een voorbij een bepaalde streep gaat, kan de Sovjet-Unie, sorry, Rusland. Eh, ja, je ziet, dat zit er nog niet in geslepen bij mij. Kan Rusland natuurlijk ook getroffen worden door sancties die, die niet best zijn. En op dat punt heeft Rusland zichzelf natuurlijk ook eigenlijk een beetje in de voet geschoten. Doordat, kijk, de Sovjet-Unie was een grote, autarkische staat. Tot ze overigens oliebronnen te leveren aan het Westen. Maar het huidige Rusland is volledig afhankelijk. van goed betaalde export. en met name energie-export naar het Westen. Ja, maar kan die daar niet nog. want hij heeft natuurlijk wel een machtsmiddel. Ja, dat zeker, maar dat, daar kunnen wij wel iets aan doen. Ik las zelfs een interessant stukje in de krant. dat al achter de schermen. in het geheim. Dat begrijp je ook wel. natuurlijk nagedacht is over wat doen we. als Poetin die gasleidingen afsluit. waar die over zichzelf weer. Natuurlijk, in hoge mate mee beschadigd, want daar wordt er ook niet voor betaald. En ik zal zo zeggen, omdat het op lange termijn misschien ook heel erg onverstandig is. En dus is er al gepraat over wat doen we als dat gebeurt. En in dat geval, begreep ik, is ook met de Nederlandse regering al gesproken, dan zouden we in nood nog wat meer gas uit Groningen moeten pompen. Sorry, sorry Groningen, bereid u voor op het ergste. U heeft er alle belang bij dat Poetin niks doet. Uh, dat zou best kunnen. En ik begrijp dat de Amerikanen ook wel een interessant idee vinden om eh, met name, eh, hoe heet het, vloeibaar gemaakt eh, LPG aan Europa te leveren. En dat zijn, op, dacht ik, op de Maasvlakte ook wel faciliteiten daarvoor. Van welke omvang die zijn, weet ik niet precies, maar de faciliteiten. Zijn er wel, omdat de Verenigde Staten altijd hebben gezegd... jullie doen er niet verstandig aan om je afhankelijk te maken van Rusland. En tot op zekere hoogte is dit een crisis waarin, waarin dat blijkt. Dat je met die klootzak te maken hebt, die allerlei wonderlijke ambities heeft... die overigens vanuit het Russische perspectief best te begrijpen zijn. Dat moet je er wel bij zeggen. Ik zou hem direct beloven. Nee, nou, Oekraïne die wordt geen lid van de NATO... Uh, de, 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 het Westen zegt nu: Ja, dat kunnen wij niet beloven. Oekraïne is een zelfstandige staat, die moeten dat helemaal zelf weten. Ja, een beetje, beetje loekhoek naar mijn idee. Maar naarmate deze crisis zou kunnen verergeren en Poetin zou daadwerkelijk besluiten om die gasboel af te sluiten, of althans het transport van gas door de Oekraïne, want dat is een, maar een deel van het transport van het gas, dan is er natuurlijk alle reden om te denken voor de middellange termijn en zeker misschien ook voor de lange termijn. Wij moeten zorgen dat we niet afhankelijk zijn van Rusland. Dus wij ontwikkelen een nieuwe infrastructuur, waarbij wij een deel van het gas kunnen importeren of ergens van anders vandaan kunnen halen dan uit Rusland. Dat is voor Rusland een drama. Dat leeft van die rommel hè, van de olie en van het gas. Nou ja, de olie wordt ook minder natuurlijk, dus. Hebben ze veel alternatieven? Nee, ook niet. Ik, bij mijn weten is er nergens in Rusland een, een vitaal, industrieel centrum wat de problemen op zou kunnen vangen. Dus het lijkt mij dat ook hier Poetin nog wel eens in zijn eigen voet zou kunnen schieten. Ja, maar wel is dit geredeneerd vanuit het westerse perspectief, iedereen? Nee, dit, geredeneerd, dit is allemaal geredeneerd vanuit het gezonde verstand. Maar je zegt... En dan zou hij moeten beseffen dat hij er veel verstandiger aan zou doen. Niet waar, om eens te zorgen dat de boel daar op orde raakt in Rusland... in plaats van die ongelooflijke puinhoop die het is. Niet waar, of hij niet delen van zijn industrie wel kan activeren. Of hij zijn contacten met het Westen niet kan activeren... en ophouden met die schuffe met die geopolitiek... waar hij op termijn niets bij heeft te winnen. Echt 0,0. Hmm. Ja, dat hij de basis in de Zevenaars of nou, nou, nou zeg... Dat is nog eens een prestatie van de eerste orde. Daar heb je natuurlijk allemaal niks aan. En dat is mijn probleem, eigenlijk, een beetje met geopolitiek. Ik zei laatst al dat dat, dat dat stelt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voor als je er goed over nadenkt. En dat heeft te maken met het feit dat het enige manier waarop geopolitiek enige betekenis kan hebben. is dat je zorgt dat je eigen economie draait als een tierenlier. Dat is belangrijk. Hè? Hoe is China. Uh, en plotseling nummer twee in de wereld geworden. Door, door in 40 jaar. in feite een moderne industriële mogendheid te worden. Wat hebben de Russen ervan terechtgebracht sinds 1989? Geen kloot. Daar komt het op neer. En hoe komt dat? Omdat het een corrupte zooi is, gerund door moordenaars. Ja. See, ik vind me er nog over op, ook, ook nergens goed voor natuurlijk. We moeten wachten op een nieuwe leider, denk ik, voordat er iets verandert. Ik ja. denk niet dat Poetin iets, iets gaat doen. Nee, dat is, is daar natuurlijk een, een elitaire klik aan de macht die er alle belang bij heeft om, om door te draaien op dat hypernationalisme. Ja. Maar dat is natuurlijk op de lange termijn is dat een contraproductieve politiek. Daar hoef je geen grootdenker voor te wezen. Ja, Honderdduizend Russische militairen zijn in ieder geval samengetrokken, meldden de ja, NOS. Ja, dat kost ook een hoop geld, kan ik je verzekeren. Zijn mogelijkheden zijn ook beperkt. Ja. Het is niet zo dat hij plotseling miljoenen legers op de been kan brengen. Nee, zo is het niet. Ja. En uh, Rusland wil niet alleen die garantie hè, dat ze geen lid worden van de NAVO, maar ook dat die militairen dat die in ieder geval zich terugtrekken uit uh, uh, in ieder geval de koude oorlog landen, zoals zij dat noemen. Ja, ze hebben er allerlei retoriek voor, daar ben ik nog niet zo van onder de indruk, eerlijk gezegd. Het punt is een beetje dat, dat en, en dat is al een heel lang slepende kwestie. Dat kijk, de, de Sovjet-Unie heeft, heeft vanaf de late jaren tachtig zijn imperium in Oost- en Centraal-Europa opgegeven. En, Duitsland is herenigd en al die landen zijn zelfstandig landen geworden, daar hadden we toen nog. Enorme hoop op, hoe leuk dat ging, democratie. Het blijken allemaal ongelooflijk vervelende klote landen te zijn. Maar dit tussen haak je, nog niet allemaal, maar een groot deel wel. Uh, dat is zo. En dat, toen hebben de Amerikanen, dat zeggen de Russen. En dat hebben meerdere mensen gezegd, door laten schemeren. Nou ja, dat kunnen jullie best doen, want wij zullen de NATO niet naar het oosten opschuiven. Maar toen zei je natuurlijk veel van die Oost-Europese landen. En naar de Amerikanen leken het toch eigenlijk ook wel een leuk ideetje, omdat er nergens iets op schrift stond. En die zei: Nou, wij willen doorgaan lid van de NATO worden. zijn op termijn ook lid van de EU worden, maar in eerste instantie toch van de NATO. En dan moet ik je zeggen: ja, dat. dat. Dat kun je heel dubbel over nadenken. Maar als je natuurlijk in Estland, Letland de Litouwen woont, dan kun je, je wel voorstellen dat je denkt, ja, wat voor garantie hebben we dat die klote Russen niet voor de zoveelste maal ons land binnenvallen en ons incorporeren, nietwaar, in dat afschuwelijke, mislukte land. Want dat is wat Rusland is, hoe gek het ook is. Het is een land, het is een uniek, veelbelovend land, wat altijd weer mislukt. Dat is een diepe tragiek. Dat geldt voor de hervormingen in de tsaristische tijd. Dat geldt voor de hervormingen van Khrushchev. Het geldt voor de hervormingen van Gorbachev. Het mislukt altijd weer. En is daar op een of andere manier een structurele factor? Ik weet niet, dat zullen rusland kennis misschien beter kunnen uitleggen. Waardoor het altijd weer misloopt. Ja. Is... En dus zeggen de Russen, ja, jullie hebben beloofd het niet te doen en hebben jullie het toch gedaan. Hè? En nu staat de NATO staat aan de Russische grens, dat is toch verschrikkelijk? Mij lijkt dat niet zo verschrikkelijk. Ik bedoel, volgens Macron was de NATO hersendood, dus misschien valt het wel mee in alle opzichten. En ik heb natuurlijk begrip voor. De Baltische Republiek en op dit punt ook voor Polen. Verder heb ik voor Polen geen enkel begrip. Ik heb al eens eerder uitgelegd: eerst waren ze het lastigste jongetje van de klas. toen ze door de Russen werden overheerst. En nu zijn ze lid van de EU geworden. En nu zijn ze nog steeds het lastigste jongetje van de klas. Dat vinden Polen leuk. Het lastigste jongetje van de klas. Zijn lekker kloten. Overal tegen zijn. Alles beter weten. De, nou ja de Polen een centrale rol in de wereldgeschiedenis geven... enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat speelt bij de Russen wel van... Het, we zijn belazerd. Jullie hebben dat gesuggereerd, maar nogmaals... het is nergens een protocol, een memo of maar iets... waar de handtekeningen van de heren op staan... waarbij dat beloofd is. Dat is het probleem. Het, het is gesuggereerd. Hè? Misschien heeft Kool het ook gesuggereerd. Weet ik weet niet, of Beker, ik, ik zou het je... Het was dus de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken die die onderhandeling ja. heeft gedaan. En maar moest je niet Baker met dat sentiment doen? is een hele, een hele, hele, hele handige jongen. He? The best president that never was, dat... Oké, okay, dat, dat valt. Het is heel moeilijk te zeggen. Precies, maar als je als Westerse uh, opponent daarnaast staat, moet je misschien wel iets met dit sentiment. Moet je, je kunnen inleven dat de Russen dit zo zien? Ja, ik zou toch aan de Russen zeggen. Kijk nou eens naar, de, naar jullie grote broeren in het oosten, namelijk China. En daar zie je aan hoe je wel degelijk een speler van, van, van een enorm machtsbelang kunt worden in de wereld. Maar ja, dan moet je wel eerst iets presteren. Hè? Je moet ophouden met kloten. Uh, en iets presteren, dat is wat de Russen niet gedaan ja, hebben. Het gaat jaren duren als ze dat willen gaan doen. Ja, dat is zeker. Dat is hard werken. Ja, langer termijn en dan, dan is al maar de vraag of het niet zo is, als ik net ook heb besproken, ja, dat Rusland eigenlijk niks kan als het puntje bepaald komt. Dat het altijd weer terugvalt in Lamlendigheid, uh, dingen die niet functioneren. Als het functioneert, we worden direct door een kleptocratische elite ingepakt. Uh, nee. Zijn er talentvolle Russen die zeggen we blijven in het land? Of nee. trek, die trekken allemaal weg? Er zijn, voor, bij mijn weten, zijn er enorm veel talentvolle Russen vertrokken. Met name ook wetenschappelijke onderzoekers, topgeleerden. Denk aan die man die in Nijmegen werkte en een Nobelprijs won voor dat onderzoek. Wat. Toen wij zeiden van. Nederland heeft weer een Nobelprijs gewonnen. Al nou, vrij komisch eerlijk gezegd. Ik geloof dat hij nog een Russisch paspoort had. Hij is ook maar even in Nijmegen geweest. Hij vond de wetenschappelijke uh, uh, onderzoeken in Nederland. of wat dan de eisen die gesteld werden, verstikkend en stomzinnig. En hij is vrij snel naar Engeland verkast. Maar wij hebben toch weer een Mobelprijsje erbij gewonnen. Ja. Is het niet ook niet zo dat de dochter van uh, Poetin in Nederland woont? Ja, tijd zeker, op? dat is zo. Dat, ja, dat, ik weet niet of ze er nog woont, heb ik geen flauw idee. Kijk, dat geldt ook voor de hele kleptocratische elite die nu in de Sovjet-Unie zit. Die, die stelen allemaal op enorme schaal uit, uit de nationale pot. Dat gaat om tientallen miljarden. Per, laten we zeggen, stilgroep. Er zijn verschillende bubbels, maar die zijn natuurlijk allemaal gelegitimeerd. Niet waar door de hoofdboeven die zitten in het Kremlin. Ik begrijp ook dat, dat Poetin en zijn familie of zijn bubbel, dat die ook de 30 miljard bij elkaar gestolen hebben. Maar daar moet je wat mee met die 30 miljard. Wat doe je daarmee? Je kan hem niet zo'n dag op bedukken in, in een zwembad vol met munten bewaren. Dat is niet handig. Weet je niet dat hij daar ook in ging zwemmen? Daar moet je eens proberen om, om in een zwembad met munten te duiken. Dan breek je onmiddellijk je nek. Zeker als eend. Maar goed, <laughs> dat geld is grotendeels belegd in het Westen. Dus als je, je Rusland afsnijdt van het Westen door echte hele strakke, ernstige sancties. dat is ook enorm in het nadeel van de Russische elite. Hmm. Dus ja, ik, ik begrijp Poetins spel niet helemaal. Moet ik, moet ik geloven wat sommige mensen dus zeggen? Hij is al zo ver gegaan dat hij zonder een, 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 een succesje niet meer weg kan komen? Of zal hij tenslotte daar gewoon een eind aan breien? Dat weet ik niet precies. Nee. En, en, en hebben gekeken hoe ver hij kan gaan. Ja. Je hoort ook nooit iets over de binnenlandse plannen van Poetin. Hè? Het gaat natuurlijk nou, die al... heeft hij niet, dus dat is volgens mij vrij simpel. Dat, was, dat is gewoon onderdrukking. Een van de raarste paradoxen van de wereldgeschiedenis is. Dat in feite in Rusland een revolutie heeft voorgedaan. Namelijk het, het, het oude wetse communistische gezag is weggejaagd. En wie zijn er tenslotte na enige roerselen aan de macht gekomen? De FSB. Wat is de FSB? Dat is gewoon de Russische Gestapo. De geheime staatspolitie. Waarbij waar, uh, Poetin een, een bekende, helemaal niet eens in de top geloof ik, maar toch wel een, een man van, van enig gewicht was. En waar, daar, waar zat hij ook weer? Dresden, Leipzig. Ik heb zijn kantoortje nog bezocht, nou dan denk je zo, die heeft wel een carrière gemaakt, die man Potverdrie. Uh, ja dat, uh... dan ben ik even de draad van het verhaal kwijt. Ja, binnenlandse politiek, dat, die binnen, dat ja, die geen hij geen Ja hij binnenlandse politiek, de binnenlandse politiek is onderdrukking, dat is de binnenlandse politiek, hij is weer terug, op... ze zijn gewoon in Rusland weer terug bij af. Uh. Ja, je hoopt voor de mensen die daar wonen. je hebt hetzelfde is. probleem: dat je wordt opgesloten in een gekke gesticht. als je kritiek hebt, of je wordt in de lag opgesloten. Of, ja. ja, wat dan ook, maar die is overigens voor een groot deel afgebroken. Ja, het, het drama van Rusland is dat het een ongelooflijk veelbelovend land is. Dat ze beschikken over ongelooflijk hoeveelheden de grondstoffen. Kijk maar hoe groot het is, het overal wat in de grond. En dat ze er niets van terechtbrengen. Ja. He, dat het. Er zijn toch een paar Nederlandse ondernemers die daar naartoe zijn gegaan. En die krantenman die heeft daar. Uh, ja, zo... maar die, die, die heeft daar geloof ik wel een gezellig leven in Moskou, als ja. ik het zegt, jonge zou. Ja, ja derk zou. Maar dat is niet zo. Hij wordt daar heel klein en beperkt gehouden. Zijn mogelijkheden zijn heel beperkt. En ik uh, heb dat stuk gelezen over die twee aardappelboeren in de Oekraïne. Overigens ook wel interessant verhaal. de Oekraïne is ook niet veel beter dan de rest. Ja, er waren daar een aardappelboerderij boer, begonnen die tien keer zo groot was als wat ze in Nederland hadden. Nou het liep liepen ze een trein, kwamen hartstikke goede piepers uit de grond. Het was ongelooflijk werkelijk allemaal. Dus ze verdienden miljoenen, voor zolang ze duurden. Ja. En toen kwam de maffia kloppen, toen het donker was geworden. En toen was het afgelopen? Ja, dat die beschermd moest worden en dat die bescherming dat er ging wel geld kosten. Nee. En nou ja, eerst denk je nog het zal wel meevallen, maar ze zijn nou. Ja, Vrij kort daarna zijn ze weer vertrokken. Die landen zijn zo door en door corrupt, daar heb je geen idee van. Ja. Is dat er nog uit te slaan? Kun je dat er nog uithalen? Of is ik dat... heb geen idee. Kijk, China is groot geworden economisch, maar wat ik erover lees, dat is ook, ook daar gesteld, elitische rijk. Ja. Sterker nog, de opstand van '89, daar was ook een element in dat mensen zich ergerden aan het... Aan het droevige, uh, laten we zeggen, verspillende gedrag van de kinderen van de elite. Een dus, uh, nou ja. hele andere vraag gaat nog over de Boa's. Erik Blom. Die zegt uh, ik heb uh, mijn zoon heb ik verboden om uh, in ieder geval Boa te worden. Want ik, uh, <laughs> ik vind het irritante types, uh, zegt hij. <laughs> Het heeft geen zin, want het zijn volwassenen die mensen irriteren. En als ik ze zie lopen met vreemde pakjes en duimen die ze op okseloogte onder hun vest steken... en een tiener bekeuren, dan kan ik me daar alleen maar aan irriteren. Ik moet dan altijd aan bromsnor denken. Wat vindt Maarten van de boa, zegt Erik. Nou, ik heb niks tegen de boa's eh, eerlijk gezegd. Nee. Heb ik eerder vaak een beetje meelijn met de boa's dan dat ik, dan ik er tegen zou zijn. Als ik dat allemaal goed heb begrepen, is het een... een is het een hele goedkope manier om een soort van, van extra politiekorps te komen? Ze hebben niet de bevoegdheden van een gediplomeerde agent, maar ze kunnen wel een beetje orde houden. He, dus toen we hier in het park steeds problemen hadden met dat er veel te veel mensen in het park zaten tijdens de COVID-maatregelen. En dan moesten de BOA's moesten de mensen het park uitjagen. Ja. Kennelijk, de politie had daar geen zin in handhaving. En dat je de boa's het. Ja, maar het zijn een beetje dezelfde type mensen als verkeersregelaars. Nou ja, laten we er dit van zeggen. Het zijn in het algemeen niet de meest geslaagde onderdelen van onze samenleving. Maar als ze er een aardige baan aan hebben en ze doen het aardig, eh, ik heb er niks tegen. Er nee. is ook een bepaalde machtsverhouding die het natuurlijk uitstraalt. Hè? Boa's die misschien niet zo hoog... Nou ja, we hebben in Nederland een enorm tekort, begrijp ik, aan politieagenten. Wat echt in honderden agenten loopt. Ja. Om redenen die eh, ongetwijfeld altijd hetzelfde zijn in Nederland. Namelijk dat we in de afgelopen 25 jaar besloten hebben om die mensen onder de maat te betalen. Dat was ook in verband met de slagvaardige kleine overheid, weet je wel. Ja, je moet die lui niet te veel betalen. Ja, we hebben alles onder de maat betaald: zorgpersoneel, politieagenten, onderwijspersoneel. En nu zitten we met de gebakken peren. Geen onderwijzers, geen agenten, geen, geen, geen mensen bij de. IC's, ja, je begrijpt het allemaal wel. Als, je, als ik agent was, ging ik ook bij zo'n particuliere beveiligingsdienst werken, Met zo'n leuke V op het jasje en zo. Ja. Hartstikke fijn. Ja, misschien vind ik weet niet wat ze verdienen, twee keer zoveel misschien. Ja. Nu alleen niks te doen, want alles is dicht. Maar... Nog hey. fijner als er niks te doen is. Kun je een goed boek gaan lezen. Ja, dat is waar. Ga jij in het kapsalon zitten, um, wat een theater tot theater wordt uh, omgevormd? Goeden. Nou, ik hoop echt dat ze over tien dagen dan theaters ook op een enigszins redelijke manier weten te openen. Mijn ervaring was in de dagen niet waar dat we dachten dat we zorgeloos de toekomst tegemoet konden zien. Dat het er in theaters keurig gecontroleerd ja. werd. Ik was er wel van onder de indruk eigenlijk. Ja, het was goed geregeld inderdaad. Ja, het was heel goed geregeld. Ook met de codes en dergelijke. Ja. Werd ook nog aangehaald door iemand die zei: van ja, het is eigenlijk goed geregeld. Maar ja, het is wel een, een ludiek ik, ik, ik herhaal het nog maar. We zijn het slachtoffer geworden van het idiote optimisme. Wat er bij onze leven. Wanneer was dat? In september, oktober. Ja. Ja, er was niets meer nodig. Nee. Denk aan Grappenhaus met dat, met dat maskertje. En dat lied wat hij toen zong. En... Oh ja. Ja, afstand houden was ook niet meer nodig. En de booster was ook niet nodig. Er was niks meer nodig. Je ja. zie, je ziet Paradijs dat, was daar. Je ja. ziet dat, nu wordt er dus al rekening mee gehouden. Laten we maar uh, activiteiten plannen dit jaar 2022 tot en met september, halverwege oktober. Want dan zal het wel weer de pleurs uitbreken met alle COVID-dingen. Ik weet het niet. Diederik Ebbeger is er trouwens. Hè, die moeten we even noemen. Die heeft dat idee bedacht van die. Uh, uh, van dat theater waar dus ook uh, kappersstoelen neer worden Ja, gezet. maar als ik het goed begrijp, dan is dus links op het toneel, komt een kapper. Ja. En die, die knipt allerlei mensen, gratis ongetwijfeld. Dus je wel bereid zijn om daar dan voor je aap te gaan zitten. En dan is dat, ik sta rechts op het toneel en hou mijn, mijn normale theaterlezing. Ja, hij heeft heel veel aanmeldingen gekregen, heeft hij al laten weten. Oh. Dus uh, nou, hartstikke mooi. Van kappers en dus van artiesten. Ja, hoe is het eigenlijk met, die, met dat die Tivoli? Van dat hadden we verplaatst naar. Nee, we hebben 21 februari is degene die eigenlijk op 5 januari was. Oh, okay. De vraag is of dat door kan gaan. Dat laten zij ons horen. En er is een extra uh, voorstelling op 5 april. Voor de mensen die dus niet erbij konden zijn bij die eerste, omdat het ah, al uitverkocht okay. was. juist. Nee, maar we moeten we... maar even afwachten hoe het gaat. Ja, ik moet je zeggen. Ik, uh, door de fouten die er in het verleden gemaakt zijn, zitten we wel met een uh, probleem. Wat inderdaad groter is dan elders, maar... Ik wijs erop die suggestie dat elders alles uh, weer open was. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ook in Denemarken zijn wel degelijk de scholen gesloten. Mm. Nog voordat ze in Nederland. Ja, dat heb ik allemaal net vandaag in de krant gelezen. Okay. Maar daar zie je aan hoe nuttig het is om je toch even te informeren. Ja, oké. Okay. Nou, we... Ik was niet onder de indruk van de persconferentie, laat ik er dat van zeggen. Met de plaatjes en met Kuipers. Er was ook nog discussie dat er niet de goede plaatjes. Uh, uh... Oh. Je ziet, er is altijd wel weer iets te bedenken. Ik heb alleen dat scherm gezien wat daar rechts stond. Ja, en die tolk die nu in zo'n klein... Ik begreep kleine... dat de, de gebarentolk die... Uh, een apart kamertje. Was die, die werd in een soort van klein schermpje vertoond. Ja, picture he? in picture heet dat, ja. dat is... ja. Ja, dat dat technisch mogelijk is. Ja. Ongelooflijk en, werkelijk. En de wand achter was ook nieuw, maar uh, ze gaan met een nieuwe opzet komen, begreep ik. Maar daar hebben ze dus nog even tijd voor nodig. Ja, het is wel zaak dat ze toch serieus gaan nadenken over een, een iets stabieler beleid op de wat langere termijn. Ja. Maar goed, dat te beseffen ze zelf ook volledig. Maar ik was niet onder de indruk van wat ze tot nu toe hadden bedacht eigenlijk. Nee, maar het moest ook heel snel bedacht worden, denk ik. Ja, ook. dat is wel waar. We misschien moeten ook geen onredelijke eisen stellen. Ja. Nee, ik denk je dat Hugo het mist, dat hij niet meer daar uh, mag staan. Als ik uren was zou ik zeggen, eh, ben ik blij dat dit afgelopen is. Van, natuurlijk omdat hij al zijn krediet had verspeeld. Ja. Eh, dat is het probleem dat, dat je natuurlijk, als je daadwerkelijk beleid gaat maken. Want nu hebben we de, de, een nieuwe minister. Kuipers. Kuipers, ja ik vergeet steeds zijn naam, gek genoeg. Eh, nu hebben we een nieuwe minister waarvan in de krant stond dat hij nog veel vertrouwen genoot bij de kiezers. Ja, dat geloof ik graag, want hij heeft nog niks gedaan. Zodra je in Nederland beleid gaat maken, dan weet je. That's it. Hè? Ik bedoel, voordat je het weet, staat die vent met die fakkel. Battery very low, zegt hij nu. Oh. Voordat je het weet, staat die vent met die fakkel ook bij jou in de tuin. Hè? Dat zal sowieso. Bij Kuipers. Ja. Dat zal sowieso. Maar je hebt wel het idee dat hij iets beter weet waar hij het over heeft, omdat hij die achtergrond in die medische sector heeft. Dat weet ik niet of dat zo is. Omdat die maar, natuurlijk, kijk, de medische sector, de medische sector, is, is, een, is een breed spectrum verschijnsel. Dat, 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 ter linkerzijde heb je de drogist die niet weet waar de aspirine staan. En ter rechterzijde heb je de meest complexe IC's die je maar denken kunt. Met zo'n bed waar 83 computers aan hangen. Eh. En, en je hebt het, het management van een groot ziekenhuis. Ik geloof dat Kuipers daar goed in is. Hij is opgeleid als arts voor lever, darmen, en nog wat problemen. Zeg maar de onderkant van het, van het lichaam. Dus je, 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 je kent maar een heel klein deel van het beleidsspectrum. We hebben nog een hele GGD, we een landelijke organisatie. We hebben huisarts, een landelijke organisatie. Hij heeft die verstand van al die landelijke organisaties, van de overlegstructuren die er zijn. Dat betwijfel ik. Hetzelfde probleem geldt natuurlijk voor Dijkgraaf. Die weet iets van wetenschappelijk onderzoek. Waar overigens heel wat aan verbeterd kan worden. He, vooral aan die wonderlijke eis dat je eerst moet zeggen wat er uitkomt voordat je geld krijgt. Maar dit, dit terzijde. Ja, het zijn, hele, het zijn hele complexe problemen. Waarvan de, de, de zogenaamde deskundigen die we benoemd hebben, heel sympathiek, ik ben er niet tegen. Ik ben er niet tegen. Maar het is wel zo dat, het, dat ze van een heel groot deel van dat beleidsspectrum geen flauw idee hebben. 0,0. De eerste honderd dagen zijn ingegaan. Hè? We zullen dan wel weer worden in de media Ja, de Dat heet opgewakken. in Amerika de honeymoon. Hè? Nou. Dus dan geef je ze het vertrouwen. Dat doe ik in dit geval niet, aangezien de ploeg geleid wordt door de man van de sloopkogel. Dus ja, hè, die nou de aannemer gebeld heeft. Nou, ze kunnen natuurlijk, uh, nou, ik was wel tevreden met die metafoor eigenlijk. Ja, dat is wel mooi bedacht. Maar het is natuurlijk wel zo dat die mensen uitzonderlijk of afzonderlijk kunnen ze natuurlijk best wel talenten hebben. Heb je die per se rutte voor nodig? Ja, je moet hopen dat ze dat. Uh, nogmaals, het, wil je voor het hele, het hele terrein ook bruikbaar, goed gecoördineerd beleid voeren. Ja, dan zul je met al die verschillende onderdelen van dat spectrum zul je in gesprek moeten gaan. Ja. Dan kan je natuurlijk na enige tijd beginnen dat je behoorlijk te irriteren. Zeker iemand als die Kuipers die zo'n groot ziekenhuis geleid heeft en die nou, waarschijnlijk toch wel de behoefte had om daar, als het nodig was, door te tasten. Maar dat is nou een van de problemen van het Nederland, dat als je tenslotte in de gremia terechtkomt, komt, dan kun je doortasten wat je wil. Maar dat verlies je altijd. Dus jij denkt dat hij misschien straks wel spijt krijgt? Dat weet ik niet, dat we moeten zien hoe dat af gaat lopen. Kijk, eh, als, hij, als, als Covid inderdaad een beetje verschrompelt, of als het in feite een, 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 beetje, een beetje een griepachtig vaccin zou worden, dan is natuurlijk de neiging al heel groot om dat eigenlijk aan het Kuipers verdiensten te wijten. Dus dan, dan als je natuurlijk instapt het, op het moment dat de trein gaat rijden en hij blijft rijden, eh, terwijl hij eerst daarvoor heeft hij een hele tijd gestopt en achteruit en vooruit en van alles gekke dingen gedaan. Ja, dat, uh, dat, heeft, dat is hartstikke goed voor je reputatie. Kijk, je hebt mensen die, die vallen in een situatie. Waar je, waar je, als je redelijk competent bent, heel weinig fout kunt doen. Laten we een voorbeeld geven: Willem Drees. He, die wordt minister in, in 1948. En, en Nederland begon toen net. We eh, hadden toen in 1948 hadden we de munthervorming eh, in Duitsland. De Duitse economie begon te draaien. De hele Europese economie begon. Ik heb het wel eens gezegd, als ik in 1948 minister-president was geworden, ik was toen vijf, had ik er waarschijnlijk ook vrij redelijk van afgebracht. <laughs> dat is een beetje overdreven. Toevallig was Drees een hele goede minister-president in omstandigheden waar in feite je, waarbij het economisch steeds beter gaat. Nou ja, dat is ook je budgetteren zo makkelijk als je, als je economie sterk groeit. Dat is echt hartstikke mooi. Denk aan de jaren ja, ja. negentig. Nou, we gaan het zien, Maarten. Wat er gaat terwijl als je er... natuurlijk instapt op het moment dat alles fout gaat, de hele boel ingestort is. Dat is eigenlijk de grote kunst van, van Mark Rutte is dat hij terwijl de hele boel is ingestort, eh, dat veel mensen toch het idee hebben dat dat niet zijn schuld is. Dat, dat is eigenlijk een. Een, een kunststukje, dan ja, hoe, heette die, hoe heette die goochelaars ook alweer in Nederland? Nou ja, je hebt de verschillende. Hans Klok heb je en je hebt de Kazan. Hans Klok. Hans Kazan. Ja, nee, ik moet zeggen, ik, ik vind Mark Rutte een heel wat getalenteerde goochelaar dan, dan, dan zelfs die man die we ook Hans Klok. Hij overleeft wel iedere keer. Ja, het is ongelooflijk. Teflon heet dat. Ja, he? ja hij overleeft het. Hele, dat was ook de kunst van Ronald Reagan. Dat hij had ook zijn, zijn campagne in 1984, hij was, hij was vier jaar president geweest, er waren van alles dingen. Maar hij deed net alsof hij gewoon uh, weer voor de eerste keer opging. Ja, mensen tuinen daarin. en als je een beetje opgewekte ziel bent, zoals Rutte ook is, hè. Ja, daar je zin in, hallo, ja, ja. <laughs> hoe dan ook, ja, ik ben wel een stuk Rutte-kritischer geworden in de loop der jaren. Dat heb ik gemerkt, ja, nou ja, we gaan het zien. Zo zie je, je hebt ook niet altijd een vaste opinie die verandert nee. en die verschuift en dat die kleurt. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, zeker niet. We, we kennen voortschrijdend inzicht, toch? Ja. Ruimt u voor op het ergste? Sorry Groningers!